asfaltcentrale APN gaat voorlopig toch niet dicht. De onderhandelingen tussen de gemeente Nijmegen en het bedrijf zijn door de gemeente afgebroken. Zo blijkt uit een brief van APN-directeur Gijs Naarding aan verantwoordelijk wethouder Vergunst. Naarding heeft het over een plotselinge draai van de gemeente en laat weten dat hij heel teleurgesteld is. De fabriek die vlakbij een woonwijk ligt kwam vorig jaar onder vuur te liggen omdat de uitstoot van giftige stoffen veel hoger zou zijn dan toegestaan. Sindsdien praten de gemeente en de fabriek over een mogelijk vertrek uit Nijmegen. APN staat daar open voor, maar nu liggen de onderhandelingen dus stil.